waar de aandacht nu vooral uitgaat naar de oorlogen in Oekraïne en Gaza, waren begin deze eeuw alle ogen jarenlang gericht op de oorlog in Irak. Hoewel de storm daar al enige tijd wat rustiger is, worden de NAVO-troepen vanaf vandaag toch weer versterkt met meer dan 100 Nederlandse militairen. Ja, meneer De Kruijf, om te beginnen, hoe is de situatie in Irak nu? Kwetsbaar. Het is nog geen stabiel land. Integendeel, veel groeperingen, verschillende groeperingen die vechten om de macht. Dus het is echt een land wat op het punt staat om uit elkaar te vallen of verder te gaan met de gezamenlijke toekomst. Mm-hmm. En daar helpt zo'n trainingsmissie bij. Want wat ze eigenlijk doen is de overheid van Irak adviseren hoe ze nou dat land veilig moeten krijgen. Hoe je economische groei kunt krijgen. Hoe je een goede rechtspraak kunt maken. En die mensen die dat doen, die dat adviseren, mm-hmm, die moeten veilig kunnen werken in Bagdad en omgeving. En dat doen die Nederlanders. Die zorgen dat al die mensen veilig naar die ministeries kunnen, veilig naar de troepen kunnen. Ja, dus daarom is deze missie ook belangrijk. Heel belangrijk, ja. Maar nu is het in totaal 135 man extra, in totaal 280, ja, als ik het goed heb. Klopt. Ook niet echt een troepenmacht. Het is ook niet veel, nee, maar het helpt wel. Die 120 mensen zijn eigenlijk in staat om met ploegen van 3 of 4... om heel veel mensen elke dag te begeleiden. En dan komen we nu bij 3 helikopters, grote helikopters. En daarmee kun je ook wat verder weg dan van Bagdad. Kun je ook meer de provincie in. En dus kun je ook, heb je eigenlijk veel meer reach, veel meer dracht naar buiten toe. Kun je mensen verder helpen, niet alleen in Bagdad blijven. En wat wel eens vergeten is dat we Janine Hennis natuurlijk hebben daar tot mei dit jaar, die al 6 jaar lang de VN-vertegenwoordiger is in Irak. Dus we doen best wel veel als Nederland. Mm-hmm. Dus hun invloed is ook wel groot, zegt u. Ondanks dat het een relatief klein groepje is. Ja, maar we zijn niet de enige. Er zijn andere landen. Wij nemen het over van de Denen. Er zijn meer landen die dat doen. Mm-hmm. Dus als je dat met z'n allen doet, ja, dan heb je toch kans dat je het land langzamerhand weer een beetje op de weg naar vooruitgang brengt. En dat is wat we willen. Nu is de onrust in het Midden-Oosten al enige tijd gaande. Wat voor invloed heeft dat op Irak? Nou, ze weten dat de missie nooit altijd veilig is. Er is altijd gevaar. Daar trainen ze ook voor, daar oefenen ze ook voor. Maar ze zien bijvoorbeeld wel, een aantal weken terug, toen die raketten uit Iran over Irak heen gingen naar Israël, ja, dan zijn ze wel heel alert op. Dan zitten ze wel even in de bunker te kijken wat er allemaal gebeurt. Daar moet je wel scherp op zijn. Ja, want hoe lopen de troepen echt gevaar daar nu? Het is nooit veilig. Als je op misgaat, zit er altijd een gevaar. Maar ze zijn goed getraind, ze hebben goede inlichtingen, ze weten wat ze moeten doen. Dus op zich vertrouw ik echt op die mensen die daar zijn. Die kunnen hun vak gewoon goed doen. Want er zijn in het verleden natuurlijk al 2 Nederlandse militairen omgekomen. Klopt. Daar, 2003, klopt. 2005. Ja, klopt. Dat was in het zuiden, hè, toen we net de Tweede Golfoorlog hadden gehad. Nu is het anders. Dus hoe is het anders nu? De dreiging is wel wat anders. En niet hele groeperingen die zich tegen NAVO richten. Mensen weten ook wel, als we ons land willen opbouwen, dan moeten we ook wel deze mensen nodig hebben die ons kunnen helpen. Maar de dreiging ligt altijd op de hoek. Dat is met een missie altijd zo. En daarom stuur je ook militairen, want die kunnen daarmee omgaan met die dreiging. Dat is gewoon deel van hun vak. Ja. Nu hebben we 3 helikopters naar Irak. Een marineschip naar de Caribische eilanden. Ja. Om het beschermen van de kabels in de Noordzee daar. Dan hebben we schepen in Jemen. Hulp aan Oekraïne. Ja. Kunnen we dit nog allemaal aan? Nou ja, net. Het is ontzettend druk. We hebben natuurlijk jarenlang gedesinvesteerd in defensie. We kunnen ontzettend weinig. Maar wat we doen, moet je wel goed kunnen doen. Vandaar dat zo'n kleine eenheid is, 120 man, dat is niet veel. Maar ze kunnen wel veel. Maar kunnen we het dan goed doen? Groot. Ja, dat kan nog wel. Maar we zitten wel tegen het limiet aan. Het is op het randje wat we aan het doen zijn. Ook omdat je heel veel moet trainen om weer klaar te zijn om oorlog te kunnen voeren nu. Wat er weer allemaal bij komt. Nou, moeten we dan niet gewoon keuzes maken? Ja, je moet wel keuzes maken. Maar wat we... Kijk, je kunt zeggen, laat het maar even liggen. Irak, maar dan komt over 2 jaar weer bij ons terug. Mm-hmm. We kunnen zeggen, Litouwen, laten we even liggen. Maar die dreiging die is er nu. En als je dient bij de krijgsmacht, weet je, je kunt niet altijd keuzes maken. Soms moet je gaan omdat het moet. Mm-hmm. Maar als u even met ons meedenkt, waar zouden we nu dan toch die terugtrekkende beweging kunnen maken? Nou, wat je moet doen is meer tijd kunnen stoppen in jouw training. Mm-hmm. Dat je mensen beter kunt voorbereiden. Daar moet je ook tijd voor hebben. Je moet de krijgsmacht vullen. Dat helpt ook. Hè. Zijn vacatures, als je vult, kun je gewoon veel meer doen. En je moet goed nadenken over hoe kun je nou de krijgsmacht groot maken. Bijvoorbeeld door zo'n dienjaar. Meer mensen binnenhalen, meer reservisten eigenlijk kweken, waardoor je meer potentieel krijgt, meer menskracht. Ja, maar we horen ook de laatste tijd veel over een tekort aan munitie. Is dat niet een probleem? Ook. Dat is ook een probleem, ja. Dus eigenlijk zie je dat je... Dus als eigenlijk kunnen we niet alle ballen behouden. Nee, dus als je 10 jaar weinig
doet, hè, dan kost het even voordat je dingen kunt doen. Maar gelukkig zijn dit soort missies, als we nu doen... in Irak zijn niet missies waarbij elke dag duizenden patronen de lucht inschiet. Gelukkig niet. Dus dat kun je nog wel allemaal doen. Ik wil het nog even kort over Israël hebben. Ja. Dat is natuurlijk het conflict wat nu het nieuws beheert. Ja. Ja, het zakt het vuren zou dichtbij zijn. Wat denk dat u? Hebben we wel vaker gehoord. Ik zou blij zijn als het echt zo is. Dan steek ik de vlag uit. Ja.